Jacinta Weimar, we zijn hier vandaag in Duisburg. Bayern München speelde een wedstrijd in de Bundesliga. Moeilijk, hè, vandaag hier? Ja, moeilijke wedstrijd. Lastig veld, lastige bal. En een team dat kwalitatief met voetbal minder is dan ons. En dan moet het op mentaliteit ook gebeuren. En zijn wij de beter voetballende partij. Ja, ja. Hoe beleef je zoiets van op de bank? Eigenlijk hetzelfde. Ja, iets spannender als van op het veld zelf. Ja. Omdat je toch denkt van wanneer komt het goal dan. Maar ja, je ziet gewoon dat we eigenlijk gewoon duidelijk beter zijn. En dat die goal echt wel valt. En ja, hij valt weer. Ja. Je bent van Eindhoven naar Bayern München gegaan. Hoe is het daar? De eerste indruk was echt direct super. En ja, gewoon hoger niveau als waar ik eerst speelde. En ik voel me echt op mijn plek. Ja. Je bent ook bij de Oranje U19. Jullie zijn geplaatst voor het EK in Noord-Ierland. Hoe belangrijk is dat voor Oranje U19? Super belangrijk. We zijn nu voor het eerst zijn we met en onder 17 en onder 19 geplaatst. Dan heeft het A-team nog het EK in eigen land. Ja, dat is natuurlijk denk ik een hele grote stap voor het vrouwenvoetbal. En ook een soort teken dat wij bij de CTO's, waar ik 3 jaar lang heb gespeeld, dat daar wel iets uitkomt. Dat daar wel een goede investering is. Ja. Wat vind je dat Nederland het EK organiseert? Is dat een heel leuke gebeurtenis? Ja, ik denk dat het een super gebeurtenis is voor de meiden. Voor jonge meiden om het een keer van zo dichtbij mee te kunnen maken. Zo'n groot toernooi, toeschouwers. En voor de meiden zelf van het A-team natuurlijk. Ja, wie wilt er niet ooit een EK in eigen land spelen? Ik denk dat dat een heel mooi iets is. Ja. En hoe zie je de toekomst in München? Eigenlijk gewoon goed. En ik probeer me daar gewoon verder te ontwikkelen. En positief eigenlijk. Oké, dankjewel. Veel succes ook. Ja, dankjewel.